Hallo jongens en meisjes. Ik heb gehoord dat jullie al goed op de hoogte zijn van het onderwerp Fairplay. Ik ben Sam Dirks en ik ben al 21 jaar oud en speel sinds het tweede seizoen zelf bij VV Venlo. Ik heb in mijn voetbalcarrière natuurlijk al heel veel meegemaakt met betrekking tot het thema Fairplay. Stel, ik ben een wedstrijd aan het spelen en de tegenstander raakt geblesseerd. Dit is heel vervelend, maar de scheidsrechter ziet dit niet en fluit hier dus ook niet voor. Ik krijg de bal aangespeeld. Wat vind jij dat ik moet doen? Moet ik stoppen zodat de tegenstander geholpen kan worden of moet ik doorgaan om te scoren? Stel, het staat 0-0 in de laatste minuut en de keeper raakt geblesseerd. En daardoor krijg ik de bal en kan ik die zo in het doel schieten. Moet ik dat doen? Als ik score, winnen we, maar ben ik dan sportief? Nee, dat zeker niet. Maar dit is voor iedereen verschillend wat die zou doen. Stel dat de situatie andersom is en jij of ik zijn geblesseerd en de tegenstander kan scoren. Vind jij dat dan goed? Ik denk dat jullie inmiddels genoeg kennis hebben over fairplay. Bedankt voor jullie antwoorden. Wie weet zie ik jullie bij een van de wedstrijden.